Scholen op alle niveaus hebben vandaag weer een aanvang gemaakt met het fysiek onderwijs. Sinds afgelopen week is een dalende trend te merken in de COVID-19 besmettingen, waardoor de regering het besluit nam de scholen weer open te stellen. Voor het Meester Dr. J.C. de Miranda Lyceum, oftewel LICO 1, komt dit besluit goed uit. Want de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar zijn nu in hun repetitieronde. Onderdirecteur Clyde Gemin zegt dat de repetitieronde afgelopen donderdag online is begonnen. Ongeveer 3 weken terug zijn we gestart met online, omdat we inzagen van als we wachten tot het fysieke onderwijs, dat we dan op het laatst ons zouden moeten haasten. Dus we zijn alvast begonnen met online onderwijs. Dus toen de eerste dag, vandaag op de eerste dag, we waren eigenlijk al 2 dagen in de vorige week. Donderdag en vrijdag hebben we dus al online repetities gemaakt. Dus vandaag konden we gewoon doorgaan met de repetities, maar dan fysiek. En wat we hebben gedaan, we hebben de examenklasse. Die hebben we gewoon gevraagd om thuis te blijven, zodat zij door online gaan. En de lagere klassen, die komen dus gewoon fysiek naar school. Die gaan dan in kleine groepen, gaan ze dus de rep fysiek maken. En als je zo op het erf kijkt, dan is het dus niet druk en we kunnen dat een beetje handelen. Men zegt ook dat de studenten van Lyceum 1 geen achterstand hebben opgelopen in de periode waarbij er geen fysiek onderwijs kon worden gevolgd. De school heeft constant gebruik gemaakt van de mogelijkheden van afstandsonderwijs. We hebben een training gehad om dus online les te geven. Dus onze collega's hebben daar goed op ingespeeld. En eigenlijk toen het zover kwam dat we rep moesten geven, dan hadden we dus ook alles in place. En we konden gewoon rep geven. Als het goed is, gaan de examenkandidaten SO's maken, over een weekje ongeveer. Ook daar zijn we op schema, dus het is in principe gewoon invullen. Omdat we al die tijd online zijn blijven gaan. Oké. En hoe staat het met de COVID-19 maatregelen? Hoeveel studenten hebben jullie in een lokaal? Dus we gaan niet hoger dan 10 tot 12. Trouwens, jullie hebben net gefilmd, jullie hebben het gezien. 10 tot 12 studenten in een lokaal. 1 klas splitsen we dus in 2. En we drukken ook de studenten op het hart dat ze dus als op het schoolerf zijn, dat ze ook die 1,5 meter in acht nemen. En natuurlijk, als ze op het schoolerf komen, worden ze ontsmet. En we letten erop dat ze natuurlijk hun mondkap op hebben. Onderdirecteur Clyde Gemin van het Meester Dr. J.C. de Miranda Lyceum, die zegt dat het de taak van elke leerkracht is om erop toe te zien dat de leerlingen zich ook op het terrein houden aan de sociale afstand.